Maandag was superheldendag in Nederland. Honderden kinderen kregen een kinderlintje uitgereikt. Ook in Wijchen werd een bijzonder kind in het zonnetje gezet. Romana Wimmers, ze is 9 jaar oud en trad eerder dit jaar heldhaftig op toen haar opa onwel werd. Oma raakte in paniek, maar Romana wist precies wat ze moest doen. Ze belde direct 112 en legde uit wat er aan de hand was. Door haar snelle optreden konden ambulancebroeders haar opa snel ophalen en verzorgen. Volgens de doktoren had het niet veel langer moeten duren. Burgemeester Hans Verheijen kwam Romana thuis opzoeken om haar een lintje te geven. Hij noemde haar een grote held en een voorbeeld voor velen. Dit weekend ging Beneden Leeuwen terug in de tijd. Niet letterlijk, maar het zangkoor Terug in de Tijd. Het internationaal bekende koor organiseerde een speciaal herfstfestival. Om de eigen muziek en om dat van het Alphener Oberkruiner Koor onder de aandacht te brengen.